Goedemiddag beste mensen, het is vrijdagmiddag 14 oktober en we gaan even kijken nemen bij de opening van de Folière in Gent. En jullie zien het wel, het is een feestelijke opening. Het weer zit even niet mee, maar we moeten ermee doen. En met afbouwen. De sponsors, de vrijwilligers, de buurtbewoners waarvan ik een aantal heb gezien, de kinderen en de pers. Die er allemaal zijn, ondanks het vreselijk druilerige weer. Mijn naam is Karin Vlaan, ik ben secretaris van Gent Vooruit. En in die hoedanigheid ook voorzitter van de werkgroep die waaronder de Folière valt. We hebben samen met de Folière deze opening voorbereid. Ja, even lekker in. Zo is het. Nee. Het bleek niet haalbaar te zijn om de Folière te verplaatsen. En daarna begon de zoektocht naar allerlei alternatieven. En uiteindelijk bleek deze locatie de beste van de werkgroepleden. In combinatie met de toegezegde financiële ondersteuning van een aantal sponsoren heeft er eindelijk toe geleid dat we hier nu staan en mogen genieten van onze vogels. Bedanken voor hun inzet en hun volharding. Zonder jullie stonden we hier nu niet. En zou de oude Folière uiteindelijk versloopt worden, en we hadden het er straks nog over, er was dan niks voor in de plaats gekomen. Dus we zijn er heel blij mee. Er staat nu een fijne nieuwe plek in de wijk waar de buurtbewoners de kinderen van de school en bedanken. Hans Geveling, het wijkplatform, het Nabafonds, Steunstichting Gent-Doornenburg, Bas de Bouwservice, Stichting Welzijn Ouderen Gent, plaats 55 en een aantal particulieren. U hoort het, heel breed gedragen. Ja, mijn naam is Nick Hubers en ik ben wethouder in deze gemeente Lingewaard, onder andere voor leefbaarheid. En een van de leefbaarheidsinitiatieven is het dorpsontwikkelplan. En daar heeft een werkgroep zich, en dat heet dan Gent Vooruit, zich ingezet om een aantal initiatieven in Gent vlot te trekken. En één daarvan was de foyer, daar hopelijk nog weer 60 jaar van kunnen genieten. Dus al die jonge kinderen hier staan, hè? Want jullie kijken jullie er wel eens naar als jullie hier spelen, ja? En vinden jullie het mooi dat hij nu weer hier bij het schoolplein staat? Ja. Kijk, en dat jullie er over 60 jaar nog van kunnen genieten, dat zou een heel mooi streven zijn, denk ik. Vogeltjes al genesteld hebben, dus dat is, dat is alleen maar een pluim voor alle vrijwilligers die hier zijn. En ik zeg, dat is mooi nieuws voor de toekomst en een nieuw begin voor deze mooie foyer hier in Gent. En nogmaals dank aan iedereen die er heeft bijgedragen, want dat is dikke pluim waard. Daar mag ook zeker voor geapplaudiseerd worden. 50 jaar is een hele lange, lange tijd en ik ben hier in Gent begonnen. De winkel werd toen geopend door de kersenkoningin en het was een heel mooi bijvullen was. In die tijd had je, misschien kennen de oudere mensen dat nog wel, vertegenwoordigers die langskwamen. Dan was ik het bier aan het bijvullen en dan tikte zo'n vertegenwoordiger. Je kent het wel, zo'n man met aftershave en zo'n mooi pak. Die tikte mij dan op de schouders en die zei dan tegen mij, waar is hier de baas? Dan zei ik altijd, nou die loopt hier ergens rond. En dan na een minuut of 10 werd hij weer teruggestuurd naar mij. En dan had ik natuurlijk meteen al 10% extra korting binnen. Zo is het begonnen en ja, het is met heel veel plezier. De winkel 10 jaar bestond, heb ik iets leuks gedaan. Misschien weten jullie dat. Iets voorbij de Hof van Breunissen staat een klein beeldje. Dat heet De Ente. Bij het 25-jarig bestaan moest er iets gebeuren met de Providentia. En daar heb ik ook een hele mooie bijdrage geleverd. Ja, en nu bij 50 jaar de Folière. Dat is Redi Verhoeven.
Ik denk zonder hem was het niet gelukt. Denken jullie ook niet? Ja. Geweldig bedankt voor de hele mooie gift. En deze zomer stond hij er al en er zijn er al een paar duizend vanaf. Ja. Nou, geweldig. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Goed, ik denk lang genoeg gepraat. Ik zou zeggen, neem een drankje, neem een hampje en laat het niet van. Dat was zo net niet te bedoelen. Niet zo bescheiden, Edi. Nee, niet zo. Dus, geweldig. Oh, nou laten ze zo. Ja, dat kom je niet bij. Kijk, Nico, foto. Ja, mooi gedaan. Ja, nou, ik hoop dat je het integraal.